Op 18 maart is het weer de Nationale Boomfeestdag. De Brabantse Sandra Remer is al 15 jaar ambassadrice van het boomfeest. Die rol houdt in dat ik probeer om mensen, volwassenen, maar zeker ook kinderen, ervan te overtuigen dat het heel belangrijk is om bezig te zijn met je eigen stukje natuur en milieu, want dat hoort daar zeker ook bij. En een boom planten één keer per jaar is zeg maar een soort van statement, maar de rest van het jaar is het de bedoeling dat je daar ook mee bezig bent. Dit jaar staan Eindhoven en Oorschot centraal in de landelijke viering. En vandaar dat een aantal Eindhovense basisscholen alvast een voorschot nam. Wat ik zelf wel eens ooit doe is onder een grote boom gaan staan. En als je dan bij de stam staat en je kijkt zo omhoog, dan die indruk die dat geeft, die massaliteit van groen boven je, ja, dat dwingt gewoon respect af. En dat doe ik dan met de kinderen ook wel eens. Als we dan in het groengebied zijn, daar staan een paar van die grote jongens en dan gaan we eronder staan. Nou moet je eens naar boven kijken. Dan worden ze vanzelf stil. Ja, dit is altijd hartstikke mooi. Mijn kinderen bomen planten, daar doen we het voor uiteindelijk. Want bomen gaan lang mee, dus kinderen zien die ook nog groot worden als het goed is. En ik weet nog dat ik het zelf ooit gedaan heb, onder 30 jaar geleden volgens mij. En dat is inmiddels een bos waar je bang van wordt, zo groot. Dus het is heel goed voor die kinderen als ze iets kunnen planten. Dat is eigenlijk de toekomst ook voor ons werk. Ik heb zelf vroeger als kind ook bomen geplant via mijn school. Ik heb er hele goede herinneringen aan. En daar ben ik ook zo enthousiast geworden. En zeker Sandra die heeft me vorig jaar heel enthousiast gemaakt voor Boomfeestdag. Ook de reden waarom we dit jaar in Brabant de aftrap hebben van de Nationale Boomfeestdag. En we hebben via de commissaris van de Koningin oproep aan alle scholen in Brabant gedaan om dit jaar mee te doen.